Leerlingen, ik ga jullie vandaag proberen om zelf een grafiek te leren maken in een Word-document. Dat is eigenlijk heel interessant, kan misschien later nuttig zijn voor je job. Maar ook is eigenlijk een leukere opdracht, omdat het iets speciaals is, is iets totaal nieuw. Dus we gaan dat toch proberen. Daarvoor kom ik hier bij zelf grafieken maken. Dus nu zit ik in de bundel. Als we een reeks gegevens hebben in de vorm van een tabel, kunnen we een grafiek maken. We zullen nu leren hoe we een kolom of staafdiagram kunnen maken. Daarna maken we een lijndiagram en tenslotte maken we een cirkeldiagram. We gaan beginnen met onze kolomdiagram. Hoe gaan we daaraan beginnen? Ik ga eerst de vraag lezen. Lees en plaats deze gegevens in een kolomdiagram. Toch wel belangrijk. Ik ga dat even aanduiden. Best dat je dat zelf ook aanduidt, zodanig dat je weet waarover we spreken. We gaan een kolomdiagram maken. Dat is met die staafjes die verticaal lopen. Tijdens de speeltijd kunnen we een drankje drinken. We hebben hierbij de keuze uit verschillende drankjes. De leerlingen kunnen kiezen tussen appelsap of chocomelk. Hoe gaan we hier aan te werk? We starten met ons Word-document. Dus dat is het blauwe icoontje. Als je naar Word gaat, het blauwe icoontje. Ik heb hier nu al een Word-document klaarstaan. Ik ga als eerste laten zien hoe dat we hier starten. Je gaat naar invoegen. En dan zie je daar grafiek staan. Dus bij invoegen ga je naar grafiek. En dan krijg je een keuze. Ik neem de eerste, dus gewoon een kolom. Hier zie je de verschillende mogelijkheden staan. Ik ga nu naar kolom en ik neem de eerste. Voilà. En dan komt hier een voorbeeld van een kolomdiagram staan. Ben ik nog even iets vergeten te zeggen? Het beste is natuurlijk dat je start met een titel, naam, klas. Datum en taak. Grafieken maken. Ik zet dat centraal. Ik ga dat een klein beetje vergroten. Voilà, hier vul ik mijn naam in enzovoort. En dan doe ik terug hetzelfde wat ik aan het doen was. Dat was misschien een klein beetje fout om zo te starten. Dus ik ga naar invoegen, grafiek en dan neem ik mijn kolomdiagram opnieuw. Voilà. Nu ga ik mijn pagina even splitsen, zodanig dat ik deels mijn, dus aan de rechterkant zie je het Word-document, of aan de linkerkant zie je het Word-document, aan de rechterkant zie je het andere. Ik ga dit even wegdoen. Dat lukt. Voilà. Dus hier zie je het Word-document. Hier zie je jullie pagina's via die dat je ook kan zien via jullie bundel. Dus dat is juist hetzelfde. Als je dat hebt gedaan, invoegen een grafiek en je hebt degene genomen die dat ik zei dat je moest nemen, dan krijg je hier eigenlijk ongeveer dezelfde verdeling dan dat je jullie op jullie blad krijgen. Enkel staan hier drie reeksen en ik moet maar twee reeksen hebben, namelijk appelsap en chocolademelk. Ah, dan wil ik een reeks wegdoen. Hoe doe ik dat? Ik ga op die D staan en ik klik daar met mijn rechtermuisknop op en dan kan ik die verwijderen. Dus ik klik eerst met mijn linkse muisknop en dan met de rechtse muisknop en dan kan ik die verwijderen. En dan heb ik nog twee reeksen staan. Reeks 1 die noemen we appelsap. En de tweede reeks, dat is deze dan hier, chocolademelk. Een beetje vergroten, zodat je dat iets duidelijker ziet staan. Hier ga ik nu ook dingen veranderen, namelijk eerste jaar, tweede jaar, derde jaar. En dan gaat dat hier nog verder, vierde, vijfde en abonnementen. Dat ga ik hier ook invullen, eerste jaar, tweede jaar,
derde jaar, vierde jaar, vijfde jaar. Je geeft hier een fout omdat hier nog geen waarden zijn ingevuld, maar dat is niet erg. Ik ga dat ook voorlopig zo laten. Nu geeft hem die fout opnieuw, maar die ga ik natuurlijk zobiet wel invullen. En dan komen we bij onze waardes, namelijk in het eerste jaar. En dat is wel leuk om nu te gaan zien. Appelsap zijn er drie leerlingen die appelsap drinken. Dus dan vul ik hier bij mijn kadertje, vul ik hier 3 in. Dus niet 4,3, dat is een voorbeeld dat daar staat. Dat hebben we niet nodig. En als we dan gaan kijken, dan zien we die kolom in één keer. Dan wordt die in één keer kleiner en gaat die zich aanpassen. Chocomelk zijn er 6 leerlingen, dus die 2,4 wordt dan 6. En dan ga je zien dat die gele, of die oranje kolom, die gaat zich ook in één keer groter maken. Voilà. Dus die gaat in één keer naar 6. En zo ga ik dat ook voor het tweede jaar doen. Voilà. Ik vul die gegevens die je hier vindt, vul ik eigenlijk gewoon in. 1 en 6. Voilà. Vierde jaar heb ik 2. En dan 4. De vijfdejaars. Dan zit ik hier. Die hebben 5 en 2. En de abonnementen, moest dat zijn? Abo's zijn 4 en 4. Dus dit moet abonnementen zijn, niet zesdejaars natuurlijk. En dan heb ik eigenlijk mijn kolom af. Ik kan dit wegklikken. En dat is perfect zoals dat ik het wil hebben. Ik ga nu even vergroten, want ik wil nog één ding aanpassen. Ik wil die grafiektitel. Natuurlijk moet dat niet grafiektitel noemen. Nee, ik noem dat drankjes tijdens de speeltijd. En ik heb eigenlijk mijn grafiek helemaal afgewerkt. Dat is de eerste. Dus dat is een kolomdiagram die we nu gemaakt hebben. Nu gaan we naar een lijndiagram. Dat is iets moeilijker. Dus zeker heel goed opletten tijdens het filmpje hier. Ik kan telkens op pauze zetten als je denkt dat er iets moet aangepast worden. Ik ga weer een lijndiagram, dat ga ik aanduiden. Dat vind ik toch wel belangrijk. Een trein moet een afstand van 1000 kilometer afleggen. In de volgende tabel zie je de waarde van de gemiddelde snelheid en de waarde van de overeenkomstige tijden. Snelheid, dus als hij 20 km per uur rijdt, dan doet hij daar 50 uur over om 1000 km af te leggen. Als hij 25 per uur rijdt, 40 uur enzovoort. We gaan dat nu eens in een tabel proberen te krijgen. In een lijndiagram. Niet gemakkelijk. Daarvoor ga ik naar invoegen. Ik ga even terug vergroten. Invoegen. Weer een grafiek. Maar nu ga ik niet kolom nemen, nu ga ik lijn nemen. Ook daar weer neem ik de eerste. Je zou eventueel ook de vierde kunnen opteren. Dan krijg je iets duidelijker de puntjes echt te zien. Waarof dat dat dan een meerwaarde heeft, dat denk ik niet. Dus daarom neem ik de eerste. En dan krijg je daar weer een voorbeeld te zien. Dus hoe dat daar een tabel in gekomen is. Reeks 2 en 3 hebben we niet nodig. Ik ga dat even terug verkleinen. Dit staat nog hier. Voilà. En dan krijg ik een duidelijk overzicht. Dus reeks 2. Ik wil hier mijn snelheden, die moeten hier bij categorie komen staan. En de tijden, die moeten hier in reeks 2 komen staan. Dus in reeks 1, excuseer. Dus reeks 3, die gaan we weer verwijderen door eerst links erop te klikken, dan rechts erop te klikken en we verwijderen dat. Hier ook weer links en dan rechts. En dan hebben we enkel nog reeks 1 die overblijft. Bij de titel van de reeks 1, dat is eigenlijk de hoofdtitel dat we hier gaan moeten schrijven. Daar ga ik trein, afstand, tijd. Ga ik hiervan maken.
En categorie 1 gaan we nu niet categorie noemen, maar dat gaat de snelheid zijn. Dat is 20 per uur, 25 per uur, 40 per uur. Dus die cijfers haal ik van hier. 50 per uur, 100. Nu gaat hem weer die fout geven, omdat er nog niets staat. En 200. Voilà. En daar geeft hem ook die fout. Niet erg. Dan moet ik mijn snelheid in de andere kolom zetten. Dus nu zie je hier ook al dat hij is aangepast. Maar natuurlijk zijn deze cijfers nog iets van het voorbeeld. Dus moet je geen rekening mee houden. Die moeten weg nu. Als hem 20 km per uur daarover ging doen, dan moesten we, dan heeft hij dat in 50 uur. Hier 40 uur, 25 uur, 20 uur, 10 uur en 5 uur. Voilà. Dus dan heb ik eigenlijk al redelijk wat, maar nog niet compleet. Want ik zie hier eigenlijk, en nu ga ik even mijn beeld terug vergroten. Ik zie hier eigenlijk nog niet bij staan wat mijn eenheden zijn. Dus dat wil zeggen, wat is dat? 20 watt? Nee, ik weet dat niet. Dus dan kan je hiervoor gaan kiezen. Sorry, hier kan je nog gaan kiezen wat je daar nog bij wil gaan toevoegen. Ik wil daar astitels bij gaan toevoegen. Dat wil zeggen dat je hier onderaan nog iets wil gaan bijvoegen, zodanig dat je dat kan benoemen. En dan kan je hier zeggen, die astitel die noemt. Oh. Ga die astitel daar dubbel op klikken of ik ga alles selecteren en dan ga ik daar een benaming geven. Dat was het, de tijd in uren. Dus de haven. En dat is de officiële benaming. Als je daar nu U zet, is dat voor mij ook goed. Dit was dan hoe snel dat hij reed. Dus daar zet ik snelheid in kilometer per uur. En ik sluit mijn kolom. Dat is een hele boterham. Bekijk dit filmpje zeker opnieuw om deze twee in elkaar te kunnen boksen. Dus deze twee verwacht ik dat je eigenlijk doorgestuurd naar mij kan toebrengen. Als je die twee hebt afgekregen, dan, en je hebt nog tijd over, dan mag je eigenlijk nog een keer een oefening maken rond de lijndiagram. Dat is deze. En mag je proberen om daar ook in het Word-document hieronder een nieuwe te maken. Dus nog een derde te maken. En ook voor dit een lijndiagram te maken. De opdrachten hierbij, dus hetgeen dat je hierbij moet noteren, hoef je nog niks mee te doen. Je probeert ze enkel in een lijndiagram te krijgen, die twee. Dat is eigenlijk juist hetzelfde. Enkel de waarden moet je hier gaan laten veranderen en dat moet je dan proberen. Loopt dat mis? Niet erg, hè? Maar ik heb liever dat je het toch eens probeert, dat je dat toch kan. Of toch de oefening hebt gedaan. Veel succes!